أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد Beste broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Het onderwerp van vandaag, geliefde broeders en zusters, is niet zomaar een onderwerp. Het is niet een theologische kwestie. Het is ook niet een ritueel wat wij gezamenlijk verrichten. Het is een serieuze gevaar. Het is een bedreiging. Het is iets wat de samenleving bedreigt. Het is de pandemie van deze eeuw. Het is een virus die heel snel zich verspreidt in de samenleving. En dat heeft een enorme impact op de individu, maar ook op de samenleving als geheel. Op het moment dat we het over eenzaamheid hebben, geliefde broeders en zusters, dan hebben we het niet over een issue of een incident van een individu of van een groep mensen. We moeten ons realiseren dat dit probleem zo breed is verspreid, dat het nu een van de grootste uitdagingen is van de gehele mensheid in deze tijd. In sommige landen is er zelfs een ministerie opgezet. Zoals in Engeland bijvoorbeeld, hebben ze een ministerie opgezet. Een ministerie niet voor financiën of economische zaken of binnenlandse zaken of buitenlandse zaken. Een hele ministerie, dus een hele afdeling van de overheid die zich alleen maar bezighoudt met eenzaamheid. In Nederland is 1 op de 4, dus 1/4 van jongeren boven de 15 jaar, leidt op een of andere manier aan eenzaamheid. 60% van ouderen, dan heb ik het over de ouderen rond de 90, 95, 80, 85 die hun leven aan het afronden zijn, heb ik het over ruim 65% van ouderen lijden aan eenzaamheid. En met corona is dat alleen maar duidelijker geworden, want heel veel mensen merkten dat niet. Want het probleem wat we heel vaak niet zien, is dat wij eenzaamheid op de verkeerde manier definiëren. We denken dat eenzaamheid dat er sprake is van eenzaamheid wanneer een persoon alleen is. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Een eenzame persoon of iemand die eenzaamheid kan ervaren, kan zich tussen de mensen bevinden. Kan dag en nacht bij wijze van in de moskee aanwezig zijn. Kan een school hebben, een studie volgen. Kan werk hebben. Kan misschien zelfs getrouwd zijn. En kinderen hebben, maar nog steeds eenzaam is. Dus eenzaamheid is een innerlijk gevoel. Het is een gevoel wat iemand van binnenuit voelt of ervaart. Het is niet wel of geen gebrek aan aanwezigheid van mensen. Een eenzame persoon is iemand die geen diepe relaties heeft. Met diepe relaties bedoel ik intieme relaties. Mensen die om jou geven. Mensen die aan jou denken. Mensen die zich bekommeren om jou als persoon. Hoe het met jou gaat. En wat het gevoel wat jouw moeder geeft wanneer je naar haar toe gaat en wanneer je zich zorgen maakt om jou, dat is een intieme relatie. Een relatie die bevredigend is, die jou van binnenuit daadwerkelijk een bevredigend gevoel geeft dat er iemand is die om jou geeft. En we moeten ons realiseren, geliefde broeders en zusters, dat heel veel mensen vandaag de dag zulke relaties niet meer hebben. En eenzaamheid moeten we dus niet gaan beschouwen als een fenomeen waarbij mensen geen contacten meer hebben met anderen. Maar we hebben het dus over eenzaamheid waarbij intieme relaties, contact, waarbij aanwezigheid van een persoon daadwerkelijk ervaren wordt. Die afwezigheid, dat is wat wij onder eenzaamheid begrijpen. En dat is hoe de deskundigen eenzaamheid hebben gedefinieerd. Sterker nog, ze hebben onderscheid gemaakt tussen emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Er zullen mensen die misschien vrienden hebben, ouders die om hen geven, et cetera, maar ze hebben geen verbinding met de samenleving als geheel. Ze hebben geen verbinding met de overheid die hen vertegenwoordigt. Ze voelen zich niet welkom in het land waarin ze leven, of op school waar ze zitten, of het werk wat zij verrichten. Iemand kan in een relatie zitten, in een huwelijk, maar zich nog steeds eenzaam voelt omdat er geen emotionele contact is met de persoon, met de partner, met de wederhelft. Er is een oppervlakkig contact. Er is een oppervlakkige relatie. De man doet boodschappen en brengt eten thuis. En de vrouw zorgt voor de kinderen en het huis. Maar er is niet echt contact. Er is niet echt een relatie. En dat merken we ook in onze contacten met elkaar. Op het moment dat je iemand vraagt, assalamu alaikum broeder, alles goed, wat krijg je als antwoord? Alhamdulillah. En wat doen we meestal?
Hoe gaat het met jouw broeder? Ook alhamdulillah. Is dit een intieme relatie? Nee, dat is een oppervlakkige relatie. Assalamu alaikum, alles goed, alhamdulillah met jou. Wa alaikum salam, het is een ritueel, het is een gewoonte geworden. En niet een daadwerkelijke interesse in de ander. Ik heb 6 of 7 maanden in een ziekenhuis gewerkt. En dan kom je ook bij patiënten binnen die net te horen hebben gekregen dat ze nog 1 week of 2 te gaan hebben. En dan vraag je ze ook diezelfde vraag, moslims. Salamu alaikum broeder, salamu alaikum zuster, hoe gaat het, alles goed? Dat is alhamdulillah, we mogen niet klagen. Ik zeg, nu mag je wel klagen. Alhamdulillah is inderdaad iets wat we altijd moeten blijven zeggen. Maar laten we dat nu even apart parkeren. Laten we dat even parkeren en daadwerkelijk de emoties naar elkaar tonen. Hoe gaat het echt met je? En dan zie je tranen rollen, de ware emoties komen naar voren, komen naar boven, et cetera. Het gaat niet goed, ik voel mij verdrietig, ik voel me boos, ik voel mij woedend, ik voel mij teleurgesteld. Dat zijn allerlei emoties die daadwerkelijk iets over de persoon zeggen. Dus dit soort gesprekken moeten we met elkaar hebben. Oprechte interesse in de ander en daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de emoties van de ander. En het probleem is alleen maar complexer geworden met technologie. Kunnen wij ons voorstellen dat mensen juist eenzamer geworden vanwege technologie. Vanwege allerlei middelen die het eigenlijk makkelijker maken om sociale contacten te onderhouden. Maar dat mensen zich nog steeds eenzaam voelen. Toevallig met de broeders, daarnet zat ik in de auto en we reden langs een restaurant. We zagen een groep vrouwen die met elkaar samen zaten te eten. Maar iedere van hen had een telefoon in haar handen. Dus ze zijn fysiek, lichamelijk, zijn ze aanwezig. Maar emotioneel zijn ze van elkaar gescheiden. Iedere persoon leeft in zijn eigen grot. De eerste mensen die hier op aarde zijn gezet, na Adam alayhi salam, moesten nog ontdekken hoe ze als sociale wezens door het leven zouden moeten gaan. Ze leefden in grotten, ieder persoon op zichzelf gericht en weinig tot geen contacten met elkaar. En later heeft de mens zich ontwikkeld tot een sociale wezen. Want Allah azza wa jalla heeft ons op die manier geschapen, of we het nou willen of niet. Toen Adam alayhi salam als eerst werd geschapen, had Adam alayhi salam behoefte aan een wederhelft, aan gezelschap, aan een mens die hem gezelschap zou houden. En daarom heeft Allah azza wa jalla Hawa voor hem gecreëerd. Allah subhanahu wa ta'ala kon hem alles geven wat Adam wilde. Maar Adam had een mens, had een contact nodig die hem zou helpen om het leven op een goede manier door te brengen. En zo hebben de mensen zich gedurende de geschiedenis ontwikkeld. Ze woonden eerst in grotten, iedere persoon op zichzelf. Vervolgens kwamen ze bij elkaar, man en vrouw. Stichten ze een gezin wordt een familie wordt een stam. Een stam wordt een dorp wordt een stad. En zo zijn staten die wij vandaag de dag kennen, opgericht. Sterker nog, de hele beschaving, welke beschaving dan ook, is gebaseerd op sociale contacten. Sociale contacten en interactie met de ander. Dus het is een onderdeel van de fitra, van de natuurlijke aanleg van mens zijn. Zo heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons gecreëerd. Op het moment dat je daarvan afwijkt, dan mis je een element van mens zijn. Je mist een element van hoe Allah azza wa jalla jou heeft geschapen. Allah zegt in de Koran, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ. الْمُؤْمِنُون, de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers. Met andere woorden, ze zijn net als puzzelstukjes die heel mooi bij elkaar passen. Die samen één groot geheel vormen. Dat is hoe Allah azza wa jalla ons heeft gecreëerd. En we kunnen daar niet van afwijken. We hebben elkaar nodig. Niet alleen maar als lichamen, maar daadwerkelijk als een emotionele en sociale wezens. We hebben de interesse in elkaar nodig. Mensen die om ons geven. En de islam, alhamdulillah, zoals we straks zullen zien, staat vol met allerlei aanwijzingen, bewijzen, geboden en verboden die ons helpen om betere mensen te zijn. Niet alleen maar voor onszelf, maar vooral voor elkaar. Dus geliefde broeders en zusters, op het moment dat we het over eenzaamheid hebben, dan hebben we het niet alleen maar over het probleem van die oudere meneer ergens in een flat die geen contacten heeft. Die zijn er en dat zijn extreme gevallen. Recent, gisteren gaf ik de vrijdagpreek ook over dit onderwerp in Leidse Rijn. En toen kwam er iemand naar me toe. Hij zegt mij, een Marokkaanse zuster, een moeder, die verwaarloosd is door haar eigen kinderen, lag een paar dagen thuis
zonder dat ze het door hadden. En omdat de huur niet werd betaald, kwam de handhaving aan allerlei instanties om te kijken hoe het met haar gaat. Gelukkig leefde ze nog, maar ze zijn pas na een paar dagen erachter gekomen dat ze was gevallen en dat ze niet meer kon bewegen. Een moeder die haar leven heeft opgegeven voor haar kinderen en die haar niet eens bellen of langskomen om te vragen hoe het met haar gaat. En dit soort incidenten zijn geen incidenten meer, maar is iets wat wij vaak tegenkomen. Iemand van de GGD vertelde mij dat er talloze voorbeelden van ouders die misbruikt worden door hun eigen kinderen. Financiële misbruik. Dat ze niet werken, dat ze dag en nacht in coffeeshop te vinden zijn. En zij maken gebruik van de ouders, van de uitkering die ze krijgen, dat klein beetje geld wat ze ontvangen, pakken ze het van hun af. Daardoor komen ze heel vaak in financiële problemen. Ze kunnen de huur niet betalen, et cetera. Dat zijn onze broeders en zusters. Laten we eerlijk zijn. Dat zijn dus geen incidenten. Eenzaamheid is niet iets alleen wat bij ouderen aanwezig is, maar ook bij jongeren. Gisteren toen iemand de flyer voorbij zag komen, belde hij mij uit Leiden. En hij zei tegen mij, dat is een van de grootste problemen die wij als sociale werkers onder jongeren in Leiden ondervinden. Dat ze zich eenzaam voelen. Ja, ze dragen misschien Prada schoenen en Gucci pet en ze lijken heel stoer, maar van binnen zijn ze leeg en ervaren ze ook die eenzaamheid. Heel veel mensen, het enigste wat ze hebben is hun telefoon en schermpje. Ja, ze hebben oppervlakkige contacten, maar we moeten ons steeds onthouden dat niet een middel is om eenzaamheid weg te nemen. Dan hebben we het niet eens over mensen die allerlei problemen ondervinden. Vrouwen die in een slecht huwelijk zitten. Familieproblemen, allerlei andere toestanden. Mensen met een uitdaging in hun leven. Fysieke uitdaging, lichamelijke uitdaging. Mensen die niet kunnen zien, mensen die niet kunnen horen. Wat zij aan eenzaamheid ervaren, is ongekend. Dus op het moment dat we het over dit onderwerp hebben, geliefde broeders en zusters, moeten we ons realiseren dat we over een serieus probleem spreken. Over iets waar de samenleving straks voor zal boeten als wij als collectief dit probleem niet gaan aanpakken. Want we moeten weten, zoals wetenschappelijk bewezen is, dat eenzaamheid niet alleen maar slecht is voor degene die de eenzaamheid voelt of ervaart. Eenzaamheid is schadelijk voor de hele samenleving. De hele samenleving ondervindt daardoor schade en last. Waarom? Omdat dit de samenleving of de bouwstenen van de samenleving uit balans brengt. En dat is een serieuze zaak waar we goed over moeten nadenken. En nogmaals ons realiseren dat we daar ook een aandeel in hebben. De profeet alayhi salatu wassalam zegt, kullukum ra'in wa kullukum mas'oolun an ra'iyati. Niemand die zichzelf kan uitsluiten. Niemand die het recht heeft om te zeggen, ja, het is niet mijn probleem, alhamdulillah, ik leef, ik zorg goed voor mijn ouders, ik ben niet een onderdeel van het probleem. Maar je kan wel een onderdeel zijn van de oplossing. Je kunt wel een onderdeel zijn van de oplossing. En als we kijken naar onze dien, naar ons geloof, naar de uitspraak van de profeet alayhi salatu wassalam, naar de Koranverzen die ons aansporen om contact te zoeken, om aan anderen te denken, om anderen te helpen, om een glimlach met de ander te delen, dan zien we dat dit centraal staat in ons geloof. Dat jij om andere mensen gaat geven. Dat je aan anderen gaat denken en dat je dit probleem gaat aanpakken in jouw directe omgeving. Hoe vaak verkiezen wij een ander context, een andere situatie, waarin bijvoorbeeld vrienden naar voren komen of een uitje boven het bezoeken van onze ouders bijvoorbeeld. Of familiebanden onderhouden. En zoals ik eerder zei, als we het eenmaal doen, dan zitten we vaak op onze telefoons. Een van mijn vrienden vertelde mij recent dat iemand helemaal uit Duitsland hierheen is gekomen. Met zijn familie, met zijn kinderen. En ze zaten in de woonkamer en iedereen was bezig met zijn smartphone. En hij zei tegen hen, jullie komen van een ander land om ons te bezoeken. En jullie nemen niet eens de moeite om jullie telefoon even opzij te schuiven. Even opzij te zetten. Om met elkaar bezig te zijn. Om met elkaar in gesprek te gaan. Om daadwerkelijk te weten wat de ander interesseert. Allah Azza wa Jalla zegt in de Koran dat hij de mensheid heeft geëerd. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Met wat? Met die sociale contacten, met dat verstand wat Allah Azza wa Jalla jou heeft gegeven. Met de positie die je van Allah subhanahu wa ta'ala hebt gekregen. Want je bent hier niet op aarde gezet om te eten en te drinken.
of voortplanten. Daar ben je niet voor geschapen. Je bent hier als khalifa. Wat betekent khalifa? Iemand met verantwoordelijkheid. Je bent hier op aarde gezet met een doel. Je bent hier op aarde gezet om iets te bereiken. Niet alleen maar om met jezelf bezig te zijn. Khalifa. In een ander vers zegt Allah Azza wa Jalla in de Koran dat hij ons uit man en vrouw geschapen heeft. En uit volkeren en stammen gemaakt. Wa qabail. Voor wat? Li ta'arafu. Om met elkaar bezig te zijn. Op een goede manier. Om elkaar beter te leren kennen. Om elkaar te kennen. Wanneer je een buurman hebt en je weet dat zijn naam Ahmed of Mohammed is of Jan of Piet, dan ken je hem niet. Maar wanneer je weet wat zijn interesses zijn, wat zijn zorgen zijn, wat zijn problemen zijn, dan pas ken je hem. Op het moment dat je een neef of een oom hebt die je eens in de week ziet of eens in de maand of eens in het jaar en die denkt dat je diegene kent, dan ken je diegene niet. Want wanneer je daadwerkelijk geïnteresseerd bent in de persoon, niet omdat je nieuwsgierig bent naar zijn problemen, maar omdat je daadwerkelijk om diegene bekommert. Maar omdat je juist om die persoon geeft. Omdat je graag die interactie zoekt met de ander, zodat jij een bijdrage kunt leveren aan het leven van een ander. De profeet alayhi salatu wasalam zegt in een mooie overlevering: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Een van jullie gelooft niet daadwerkelijk. Totdat wanneer? Totdat je datgene wenst. En met wensen is niet alleen maar in je hoofd hebben, je moet er iets voor doen. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Als je graag iets voor jezelf wilt bereiken, als je graag een bepaalde positie wilt hebben of een bepaalde budget wilt sparen of wat dan ook, dan ga je er iets voor doen. En dat is hetzelfde tegenover de ander. Op het moment dat jij niet eenzaam door het leven wilt gaan, op het moment dat je niet eenzaam door het leven wilt gaan, dan zou je dat ook niet willen voor je eigen broeder of zuster. En daarom, geliefde broeders en zusters, dit is een collectieve plicht. Dat is een plicht die wij met z'n allen zouden moeten dragen om bij te dragen aan het oplossen van dit probleem bij onszelf, maar vooral ook bij anderen. Want op het moment dat je dat onderneemt, dan ben je met een wederkerig proces. Jij geeft en ontvangt tegelijkertijd. Wanneer we sadaqa geven, we geven financiën weg, toch? We geven financiën weg. Maar wat krijg je ervoor terug? Enorme beloningen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Je krijgt zegeningen. Je krijgt geschenk op een andere manier van Allah subhanahu wa ta'ala. Ma naqasat sadaqatun. Of ma naqasat min mal sadaqa. Ook kama qala al-Mustafa. Iets in die richting. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Wanneer je een sadaqa weggeeft, dan gaat er niets van jouw bezittingen af. Gaat dat niet van je bezittingen af? Misschien als je op je saldo kijkt en je hebt 50 euro gedoneerd, dan zie je dat het minder is geworden. Maar inderdaad, dat is cijfermatig. Maar wanneer, niet wanneer je naar het effect en de impact en de baraka van dat bedrag wat jij over hebt gehouden in jouw leven. Op de manier hoe jij je leven doorbrengt. Dus dat ze altijd geven en nemen. Twee tellen, ik ga even deze mededeling lezen. Die kreeg ik net door de broeders. We gaan inderdaad proberen om een kort pauze zo meteen te nemen, inshallah ta'ala. Dat is hun vraag. Want ze hebben natuurlijk wat eten en drinken voor jullie klaargemaakt. We gaan zo even een korte pauze nemen en daarna is er mogelijkheid voor interactie, inshallah ta'ala. Dus, mijn eigenlijk enige doel voor vandaag. We gaan natuurlijk proberen om het een en ander met elkaar te delen. Maar de allerbelangrijkste doel van vandaag is dat wij ons beseffen en realiseren hoe ernstig het probleem is. En dat wij met z'n allen daar een aandeel in hebben. Wij moeten als geheel, als collectief, als gemeenschap hier op een positieve manier aan bijdragen. Want het is iets wat snel aan het verspreiden is. Ouderen worden natuurlijk meer. We hebben ruim 3 miljoen ouderen hier in Nederland. En de overgrote meerderheid daarvan leidt aan eenzaamheid. Jongeren, ondanks dat zij heel veel sociale contacten hebben, met name op straatniveau, leiden ze nog steeds aan eenzaamheid. Sociale media heeft direct dan wel indirect daaraan bijgedragen dat het probleem alleen erger is geworden. En bij de volgende generatie zal het waarschijnlijk
nog complexer worden, want menselijke contacten worden steeds minder en minder. Tegenwoordig, als je zelfs een T-Mobile online probeert te bereiken, krijg je zo'n chat-optie op hun website. Je chat niet met een persoon. Je chat met een robot. Ik was recent bij Helai, een restaurant. Je krijgt een robot die brengt drinken naar jouw tafel waar je zit. Een robot. Dus menselijke contacten worden al steeds minder en minder en minder. Met artificial intelligence is het alleen maar complexer en erger geworden. Tegenwoordig kan een computer of een programma het meeste werk verrichten wat een mens ook zou kunnen doen in vorm van teksten schrijven, een advies geven of wat dan ook. Dus de technologie is op een bepaalde manier aan het ontwikkelen. Niet alleen maar in de positieve manier, we kunnen het positief benutten. Maar als het gaat om menselijk contact, wordt het alleen maar erger en erger. En het wordt zichtbaar op het moment dat er sprake is van een pandemie, van een corona, van een virus die zich verspreidt. Dat we in geïsoleerd moeten leven of iets in die richting. Dan wordt dat probleem duidelijker. En voordat wij over naar het profetische gedeelte van het aanpakken van het probleem gaan, wil ik nog één punt benadrukken en dat zijn onze ouders. Dat zeggen ze niet vaak. Ze zeggen niet dat ze behoefte hebben aan intieme gesprekken. En oprechte interesse, zoals ik zei, niet de hoofd van je vader kussen. Salamu alaikum, alaikum salam, labas, alles goed, hebben jullie iets nodig? Dat zijn oppervlakkige gesprekken. Zit één op één. Neem je moeder een keertje uit eten alleen, zonder kinderen. En ga een diepe gesprek met haar aan. Probeer daadwerkelijk geïnteresseerd te zijn in wat haar dwars zit. In datgene waar ze tegenaan loopt. Of wat haar enthousiast maakt, wat haar interesseert. Wat voor haar fijn en leuk is om te doen. Probeer dat te achterhalen en dan probeer dit soort gesprekken met diegene te voeren. Want dat kan enorm veel betekenen. Soms hoef je niet eens iets te doen. Want wij maken het vaak complexer dan het is. Ik geef heel vaak het voorbeeld van een zuster die midden in de nacht belde. En ik dacht, dat moet urgent zijn, want rond de tijd belt niemand om even te vragen hoe het gaat. Dit is een serieuze zaak. Toen ik opnam, heb ik 1,5 uur aan de telefoon gehangen. 1,5 uur. En ik kan jullie één ding vertellen, ik heb geen woord gezegd. Ik heb niet gesproken. Na afloop vroeg ik van, wat kan ik voor je doen? En het antwoord was, niks. Ze had op dat moment, het enigste wat ze nodig had, is een luisterende oor. En dat moet van de directe omgeving komen. Ja, ik vervul een bepaalde rol als imam, als sleutelfiguur. Maar dat zou eigenlijk ook op lokaal niveau, op microniveau zou ook aanwezig moeten. Moeten zijn dat we een luisterende oor, soms hoef je niet eens met een oplossing te komen. Als je maar aanwezig bent, als je maar oprecht geïnteresseerd bent in de ander. Als je maar de ruimte aan de ander geeft om zijn of haar verhaal of emoties te tonen. Vaak is dat voldoende. En om het dichter bij mezelf te houden, want dit soort lezingen of ideeën zijn niet alleen maar voor jullie bedoeld, maar het is in de eerste instantie voor mezelf bedoeld. Ik heb mijn tijd op mijn planning op een bepaalde manier georganiseerd. Werk, kinderen, natuurlijk je ouders bezoeken, daar probeer je standvastig in te houden. Maar op een dag had ik besloten om iets van mijn werk, iets eerder van mijn werk te vertrekken. En ik wilde eerst langs mijn ouders, want ik moest daar wat gaan ophalen. En vervolgens naar huis doorrijden. Maar ik had in principe ruim de tijd genomen om dat op een rustige manier mee te maken. Maar omdat ik geprogrammeerd was dat donderdag een werkdag is en dat ik rond 5 uur of 5:30 of 6 uur thuis ben, was ik er niet van bewust. Het was een automatisch piloot. Ik reed langs. Mijn vader was in de moskee, mijn moeder was thuis. Ik reed langs, salamu alaikum. Ik heb datgene gepakt wat ik moest pakken en ben ik kort daarna vertrokken. Toen ik op de trap, de trap afliep om naar buiten te gaan, dacht ik bij mezelf, waarom ben ik aan het haasten? Ik heb op dit moment geen afspraak. Ik ga niet terug naar mijn werk. Ik heb alle ruimte nog om naar huis te gaan, om kinderen van school op te halen of wat dan ook. Waarom ben ik aan het haasten?
Dus we zijn op een bepaalde manier geprogrammeerd dat we geen ruimte maken voor dat menselijk contact. Ik had het niet gepland, dus ik ga niet blijven. Uiteindelijk ben ik teruggegaan. Mijn moeder was een beetje verbaasd van waarom ben je teruggekomen. Ik zeg ja, ik bedacht mij dat ik eigenlijk geen reden had om zo snel te vertrekken. En ik ben gaan zitten en een gesprek aangaan. En op dat moment hadden ze dat blijkbaar nodig. Alleen moeders laten dat nooit weten. Want ze willen jou niet beperken of belemmeren in jouw planning of in de werkzaamheden die je verricht. Op dat moment begon ze te praten, te vertellen over in Marokko, die nicht, die oom, die tante. En datgene wat haar bezighield en datgene wat voor haar op dat moment interessant was. Als ik die ruimte niet had genomen om even terug te gaan, dan hadden ze op dat moment niemand met wie ze daarover in gesprek kon. Kijk, voor ons is het iets wat wij niet vaak beseffen of ons realiseren. Nee, het gaat goed met ze, gezondheid is alhamdulillah goed. Ze hebben elkaar, vooral als ze allebei nog gezond zijn, dan denk ik bij jezelf, ze hebben ons niet nodig. Ze hebben jullie zeker nodig. Onderschat dat niet. Onderschat dat niet en probeer daar serieus over na te denken en ruimte voor te maken om daadwerkelijk met je ouders te zitten. Niet omdat het moet, niet omdat het beloningen geeft, maar omdat ze jou nodig hebben. Want wallahi, er zal een dag komen. Er zal een dag komen dat je ernaar gaat snakken om met je ouders te zitten en je zult die tijd niet meer hebben. Er zal een tijd komen dat jij uiterst je best gaat doen om ze terug te halen en dat gaat niet meer lukken. Vraag het aan de mensen die hun ouders hebben verloren. Vraag het aan de mensen die hun vader niet meer hebben. Vraag het aan de mensen die hun moeder niet meer hebben. Voor ons is het vanzelfsprekendheid. Dat je je ouders nog bij je hebt, dat je ze nog kunt bezoeken en met hen kunt communiceren, et cetera. Maar die dag zal niet voor altijd blijven. Er zal een tijd komen waarin dat niet meer mogelijk is. En we moeten ook vooral met anderen bezig zijn. Met onze buren. Wanneer je ziet dat een buurvrouw alleen is, probeer eens in zoveel tijd langs te gaan om te vragen hoe het gaat, hoe ze iets nodig hebben. Moslim of geen moslim? Moslim of niet, dat doet er niet toe in de islam. Ja, je ouders hebben meer recht op jou. Absoluut. De buren hebben ook recht op jou. Allah azawajalla zegt in de Koran, wa'abudu Allah, aanbid Allah. Allerbelangrijkste is tawhid. Wa la tushriku bihi shay'a, er wordt meteen genoemd. Aanbid niemand anders dan Allah azawajalla. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا je ouders. وَبِذِي الْقُرْبَى familieleden. Mensen, bloedverwanten. Mensen in jouw directe omgeving. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى de zwakke mensen. Die niemand hebben. Weten jullie dat er in heel veel landen, ook in Nederland, ook in Zuid-Holland, dat er kinderinstellingen in instanties, met name waar weeskinderen, waar weeskinderen opgenomen worden of geholpen worden, dat ze knuffeldagen organiseren. Omdat iedere kind behoefte heeft aan die intieme contact, aan dat menselijk contact. En dat ze zulke dagen organiseren dat er iemand langskomt, even knuffelen, even lichamelijk contact. Waarom? Dat ze hebben gemerkt dat het wetenschappelijk gezien een positieve impact heeft op de ontwikkeling van het kind. Lichamelijk contact. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, ana wa kafilul yatimi kahatain. De profeet zegt, ik en degene die een wees onderhoudt, zoals deze twee. Wa farraqa baynahuma, ietsje uit elkaar gehaald. Met andere woorden, je kan de positie krijgen dat je in de nabijheid van de profeet alayhi salatu wassalam op de dag des oordeels, dat je om anderen bekommert. Om weeskinderen. وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ behoeftigen, armen. Heel veel mensen kijken niet naar hen om omdat ze de zwakken zijn van de samenleving. Ze rijden niet in een dikke BMW of in een Porsche om als een voorbeeld genomen te worden. Elke keer als ze zelf contact zoeken, denken mensen, ja, hij heeft ons nodig. وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ Je hebt twee soorten buren. Buren die naast jou wonen en buren die iets verder verwijderd zijn. En geleerden gingen zelfs discussiëren over hoeveel huizen. Wat is een buur? Wanneer spreken we over een,
over een buur, niet alleen maar jouw flat of de mensen die naast jou wonen of mensen die in jouw straat wonen. Sommige geleerden hebben gezegd, 40 huizen verderop zijn nog steeds jouw buren die recht op jou hebben als moslim. De profeet Allah azawajal zegt in dit vers, niet jouw moslimburen. والجاري ذي القربى والجاري الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل. Vreemde mensen die onderweg zijn en geen basis hebben, geen inkomen hebben, geen onderdak hebben. Dit is de basis van onze dien. Dat is de essentie van onze dien. Ja, we hebben de vijf zuilen. Maar waarvoor zijn die vijf zuilen bedoeld? Allah zegt in de Koran over het gebed: Inna salata tanha aan il fahsha'i wal munkar. Waladikrullahi akbar. Het gebed maakt van jou een betere mens, een betere persoon die aan anderen denkt. Dus om kort samen te vatten, zodat we een aantal profetische adviezen met elkaar gaan delen, met de hoop dat we dat ook daadwerkelijk in ons leven gaan toepassen, insha'Allah ta'ala. Dat we daarvan met z'n allen gaan profiteren. Op persoonlijk vlak, maar ook vooral op maatschappelijk vlak. Het probleem is ernstig. De bedreiging is enorm. We moeten dat beseffen, realiseren en uiterst ons best doen om daaraan bij te dragen op een positieve manier. Eenzaamheid is iets wat de samenleving uit elkaar begint, uit elkaar haalt. Het is de virus van deze tijd. Ik heb een boek voor jullie meegenomen en ik raad iedereen aan om dat boek te lezen. Ik ben nog niet helemaal klaar, maar ik ben over de helft. Van Norine Hertz, De Eenzame Eeuw. Het zijn allemaal wetenschappelijke onderzoeken over het effect van eenzaamheid op de mens. Het effect van eenzaamheid op de mens. En vooral als je dit boek leest met een beetje theologische kennis en achtergrond, zie je heel veel overeenkomsten met de profetische uitspraak. Dat mensen die om elkaar geven en met elkaar bezig zijn, dat ze langer leven. Je kan wel tegen mij zeggen, ja, dat wanneer iemand komt te overlijden, staat al vast in de qada en qadr. Inderdaad, maar de profeet heeft ook in verschillende overleveringen duidelijk gemaakt dat iemands levensduur verlengd kan worden. En een van de oorzaken van zo'n verlenging is goed zijn voor de ander. Dat zijn de woorden van de profeet, alayhi salatu wassalam. Er is een qada en qadr, er is een lot wat vaststaat, wat niet kan veranderen. Er is een bepaalde vorm van het lot, van qada en qadr, die in de handen van Allah Azza wa Jalla is en die met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala veranderd kan worden aan de hand van jouw eigen acties. In een vorm van baraka, in vorm van zegeningen, in vorm van het verhoren van smeken, van smeekbedes. Dus om dit samen te vatten, geliefde broeders en zusters, laten we dat beseffen en realiseren aan uiterst, maar dan ook uiterst ons best doen om een onderdeel te zijn van de oplossing. En laten we daarover gaan lezen. Er is ook hier in Nederland een onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder Marokkaanse ouderen. Lees zo'n rapport of zo'n onderzoek om te beseffen en te realiseren hoe ernstig het probleem is. Heel vaak hebben we het in ons midden, in onze eigen omgeving, zonder dat we het doorhebben. Zonder dat we het doorhebben. Dus barakallahu fikum. Mijn doel van vandaag is dat ik mezelf en jullie allen herinner aan ernst van het probleem en dat wij met z'n allen een bijdrage hieraan zouden moeten leveren. Ik heb een aantal overleveringen die ik heel snel heb opgesomd, die ons kunnen helpen om onze verantwoordelijkheid op een islamitische manier te nemen. En om de omgeving op een positieve manier, insha'Allah azza wa jalla, te beïnvloeden. Ik wil met een overlevering van de profeet, alayhi salatu wassalam, beginnen, waarin hij het volgende zegt. En deze hadith is overleverd door imam Tirmidhi en Ibn Majah. En heel veel hadithgeleerden hebben deze als authentiek verklaard. Ibn Umar radiyallahu anhu overlevert dat de profeet, alayhi salatu wassalam, het volgende zegt: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Een mu'min die zich bevindt tussen de mensen. En ja, hij zult dingen meemaken.
Er zullen mensen zijn die over hem gaan roddelen. Er zullen mensen zijn die hem zullen kwetsen. Er zullen mensen zijn die over hem gaan liegen. Er zullen mensen zijn die hem misschien niet op een goede manier zullen behandelen. Maar zo'n persoon die zich bevindt tussen de mensen, interactie zoekt met de mensen, gesprek aangaat met de mensen, de ander probeert te helpen, los van wat van de ander komt. Los van het resultaat wat je daarmee bereikt. Dat jij überhaupt alleen die verantwoordelijkheid neemt. De profeet zegt in deze overlevering, degene die zich tussen de mensen bevindt en geduld toont in datgene wat hij meemaakt, is beter dan iemand die zich afzondert. Dan iemand die zich uitsluit. Dan iemand die alleen maar aan zichzelf denkt. Ik heb mijn werk, ik heb mijn gezin, ik heb mijn studie. Ik hoef me niet tussen de mensen te bevinden. Ik ga van mijn werk naar mijn huis, van mijn huis naar mijn werk. Als ik een keertje een familielid moet bezoeken vanwege een bruiloft of zo, dan doe ik dat. Maar buiten dat om, doe ik niks. Ik heb mijn telefoon, ik heb mijn Netflix. Als ik tijd over heb, ga ik mezelf wel vermaken. Een mu'min is niet individualistisch ingesteld. Dat is een ideologie die wij in het Westen een belangrijke basis hebben gegeven, en dat is niet wat de islam voorschrijft. Laten we naar de vijf zuilen. Hoeveel beloning krijgt een persoon die het gebed verricht? Salah. Eén hasana. Toch? Maar wanneer dat gezamenlijk wordt verricht? 27. Waarom? Omdat je bij elkaar komt. Dat is de enige verklaring die we hier kunnen geven. Wat is het verschil tussen dit gebed en dat gebed? Dit is verplicht, dat is verplicht. Maar hier, omdat je bij elkaar komt, is het 27 maal het gewone gebed wanneer je dat alleen verricht. Ben je niet in staat om het gezamenlijke gebed te verrichten dagelijks? Los van de theologische discussie hierover, is het een verplichting ja of nee? De meerderheid is van mening dat het geen verplichting is, maar met name in de Hanbali madhab is dat wel een verplichting. Los van die discussie is het een belangrijke middel om die interactie met elkaar te zoeken. Waarom staan we niet? Waarom staan we in één rij? Oké, we komen bij elkaar, prima, maar iedere persoon gaat apart zitten. Nee, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ons geleerd om in rechte rijen te staan. Om schouder aan schouder. Al-ketif lil-ketif. Knie tegen knie, als één geheel. Dat is wat de islam ons leert. Het gebed, even aan de kant. De hajj. Mag je hajj verrichten wanneer je wilt? Nee. De hajj heeft een specifieke periode, sterker nog, een specifieke plek. Al-hajju Arafah. Op het moment dat je buiten de grenzen van Arafah treedt, heb je geen hajj. Waarom? Om het gezamenlijk te doen. Al-zakah is ook een interactie, want je helpt de armen. Je geeft een deel van jouw vermogen, wat het recht is van de ander, geef je terug aan de eigenaren. Ervan zijn de acht categorieën die in de Koran zijn genoemd. Het vasten. Vasten we op hetzelfde moment? Ja. Beginnen we met het eten op hetzelfde moment? Ja. Stoppen we met het eten op hetzelfde moment? Ja. Vieren we het feest, zeg maar al-Eid, op dezelfde dag? Op dezelfde dag. Niemand die daarvan mag afwijken. Weer die gezamenlijke, die saamhorigheid en broederschap. En daarom had je twee stammen in de tijd van de profeet Al-Aws en Al-Khazraj die decennia lang ruzie onderling hadden. En toen de islam kwam, heeft de islam deze twee stammen verenigd. En de Koran herinnert hen en herinnert ons allen aan het belang van die eenheid en saamhorigheid, omdat dat een belangrijke bron is van collectiviteit, van samen zijn, van broederschap en saamhorigheid die wij als mensen nodig hebben. Allah Azzawajalla zegt in de Koran: "Wadkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an." Jullie waren vijanden. Denk aan die gunst dat jullie eerst vijanden waren en nu broeders van elkaar zijn. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. En ik kan me niet voorstellen dat een gelovige die het niveau van iman heeft bereikt, dat er ook in deze tijd, dat er pogingen worden gedaan om verdeeldheid te genereren en te zaaien. Om moslims onderling uit elkaar te halen. Om te roddelen over elkaar, om slecht te spreken over elkaar, om die ontwrichting binnen de moslimgemeenschap
te realiseren, dat een gelovige dat kan doen, lijkt me heel sterk. Tenzij het iemand met een ziek hart is. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ Met de gunst van Allah zijn jullie broeders van elkaar geworden. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Jullie stonden op het rand van de hel en Allah Azzawajal heeft jullie daarvan beschermd en daarvoor behoed. Dus in deze hadith leert de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons dat we niet individualistisch ingesteld moeten zijn en dat we ons moeten geven dat we om de ander moeten geven. Dat wij bezig moeten zijn met anderen in onze omgeving, in onze directe omgeving. De profeet alayhi salatu wa sallam, toen zijn buurman, een Joodse buurman, ziek was, had hij dat door. Hoeveel mensen gaan dood in onze omgeving en we horen dat niet eens. Misschien lezen we het op teletext of in de krant, in de lokale krant of op social media. Die en die is overleden. Maar we weten het niet. In Rotterdam was er een vrouw. Weten jullie hoe lang zij in haar thuis lag zonder dat mensen het door hadden? Hoe lang denken jullie? Een schatting. Een week? Die heb je gelezen. 10 jaar. Ze lag 10 jaar in haar woning. En deze dame, je kunt het opzoeken. Het zijn geen fabeltjes, feiten. Deze heeft nog dochters. Ze heeft familieleden. 10 jaar had niemand door dat ze overleden was. Dat verhaal van die ene Japanse meneer die een brief achterliet bij de brievenbus. Hij zei, is er een gezin die mij wil adopteren, want ik sta er alleen voor. Ging viraal, op social media, iedereen deelt het, iedereen lijkt het, oh, wat zielig, wat dit en dat. Een paar weken later zijn ze erachter gekomen dat hij al een paar weken in zijn eigen huis dood lag. Niemand die het door had. Waarom? Er is die saamhorigheid en die broederschap die wij in onze dienst zouden moeten ervaren. Ik zie het nu bijvoorbeeld met mijn vader. Als mijn vader 1 dag niet naar de moskee gaat, krijgt hij minimaal 10 telefoontjes. Wat is er aan de hand? Waarom ben je niet naar de moskee gekomen? Mensen die hij in de moskee kent. En dat is precies de rol van de moskee en die gezamenlijke... En wanneer mensen bij elkaar komen om Allah azawajal te aanbidden, maar ook om met elkaar bezig te zijn, om met elkaar in gesprek te gaan. En om voor elkaar te zijn op het moment dat we dat nodig hebben, dat heeft een enorme impact op de persoon. Er is een onderzoeker die heeft een onderzoek gedaan naar een Joods groep in Israël. En deze groep, hebben een naam, maar staat ook in dit boek, kunnen jullie ook lezen. Deze groep leeft het langst in Israël. Toen ze naar de oorzaken ervan hebben gekeken, hebben ze niet veel oorzaken kunnen vinden, want ze eten het minst gezond. Ze eten dus helemaal niet gezond. Ze bewegen ook niet. Want dat is een groep mensen die zich vooral bezighoudt met de Torah, met het bestuderen van de Torah. En de vrouwen hebben vaak heel veel kinderen. Ze zijn grote gezinnen met 5, 6 kinderen. De vrouw werkt parttime en zorgt nog voor het gezin thuis. De enige verklaring die ze konden vinden is dat het een hele gehechte gemeenschap is. Ze zijn er voor elkaar op het moment dat het nodig is. Ze hebben geen ambulance nodig. Ze brengen elkaar naar het ziekenhuis op het moment dat het nodig is. Op het moment dat een vrouw bevalt, zoals het vroeger bij ons in het dorp ging, kwamen de vrouwen haar verzorgen. Eten voor haar maken. Voor haar zijn. Voor haar kinderen zorgen. Zelfs borstvoeding gaven vrouwen ook aan elkaars kinderen. Die verbondenheid, die harmonie, dit is wat een mens maakt. De mensen in grootsteden, in Hongkong, in Londen, in drukke steden, in Amsterdam, ervaren minder plezier in het leven, omdat ze alleen maar met zichzelf bezig zijn, met werk en met allerlei andere zaken. Dus de profeet leert ons in deze hadith dat wij sociale wezens moeten zijn en de interactie met de ander moeten stimuleren. In een andere overlevering zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam het volgende. Hij zegt at'imu, dat is een gebiedende wijze. De profeet geeft ons hier een opdracht om de volgende zaken
te ondernemen. Hij zegt, at'imul ja'i. Maar hoe ga jij een hongerige voeden als je niet weet dat hij hongerig is? Als je je niet bekommert om de ander, als je niet om de ander geeft, als je je niet bezighoudt met de ander, hoe zou jij überhaupt erachter komen dat diegene het minder goed heeft? Hoe zou jij weten dat jouw buren die naast jou leven en wonen, dat ze eten en drinken nodig hebben? Dat weet je niet als je niet geïnteresseerd bent in de ander, als je die interactie niet zelf zoekt. Kijk hoe het met die mensen gaat. Vraag of ze iets nodig hebben. Breng iets langs, al hebben ze dat niet gevraagd. Want echte arme mensen bedelen niet. Arme mensen met eer doen dat niet snel. Zullen niet snel aan de deur staan om aan te kloppen, om te zeggen dat ze het moeilijk hebben. Zeker in onze gemeenschap. Die taboe moeten wij doorbreken. En op het moment dat er hulp nodig is, dan moeten we hulp gaan zoeken. Op emotioneel vlak, op financieel vlak en ook op spiritueel vlak. Dus het is iets wat de islam stimuleert. Als de profeet zegt, at'imul ja'i, maar je zou nooit iemand kunnen voeden als je niet weet dat die persoon het nodig heeft. Op financieel vlak. Soms moet je kijken naar de kinderen van je buren. Hebben ze het goed? Hebben ze schoenen? Hebben ze een jas? Nogmaals, het lijkt alsof ik het over mensen heb die ergens in een afgelegen gebied in Afrika wonen, maar we hebben hier mensen. Ik heb recent een dame met 3 dochters gesproken die getrouwd is. Ze krijgt een budget van haar man per dag. Weet je wat haar dagelijks budget is? 10 euro. Voor haar en voor haar 3 kinderen. Ze zegt, als ik alleen 1 van mijn kinderen openbaar vervoer nog betaald. Ze zegt, als ik alleen openbaar vervoer kaartjes moet kopen, dan ben ik 8 euro kwijt, dan heb ik nog 2 euro over om iets te eten te kopen met dat geld. Ze hadden geen jas, ze hadden geen schoenen voor de winter. Dat zijn mensen die hier in Rotterdam-Zuid wonen, die misschien jouw buren zijn, maar als je die interactie niet zoekt, zal je nooit achterhalen hoe ernstig het probleem is. Niet alleen maar bij moslims, maar zoals ik zei, ook bij de mensen om jou heen waarvan je denkt dat ze hulp nodig hebben en niet snel om hulp zullen vragen. At'imul ja'i wa'udu al-marid. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, ga mensen opzoeken en bezoeken die ziek zijn. En het woord ziek zijn betekent niet alleen lichamelijk ziek zijn. Heel veel mensen zitten opgesloten thuis, niet omdat ze een gebroken been hebben of omdat ze net een operatie achter de rug hebben, maar simpelweg omdat ze emotioneel niet in orde zijn, mentaal zijn ze niet in orde. Er zijn mensen die dag en nacht achter gesloten gordijnen zitten, zonder dat iemand dat doorheeft. Wanneer je mensen in je omgeving hebt die je niet vaak buiten ziet, bel een keer aan, vraag hoe het met diegene gaat. Tegenwoordig hebben we alhamdulillah ook allerlei andere middelen om te achterhalen of het goed gaat met diegene. Wa'udu al-marid. Een broeder die ik ken heeft als gewoonte, en dat vind ik een hele mooie gewoonte. Ik ben zelfs jaloers op hem dat hij dat wel kan en ik niet. Hij heeft als gewoonte genomen om eens in zoveel tijd met toestemming langs te gaan bij willekeurige ziekenhuizen. En hij vraagt soms expliciet naar mensen die weinig familieleden hebben of weinig mensen hebben die hen bezoeken en vraagt of ze behoefte hebben aan een gesprek. Als bijstaander. Soms komt hij met een bloem binnen, soms komt hij met een pakje chocola of iets dergelijks en gaat een willekeurige persoon bezoeken, niet wetende wie hij daar zal treffen. Gaat het gesprek aan. Wa'udu al-marid, zegt de profeet. Hij zei niet wa'udu al-marid alladhi huwa min aqribaikum. De profeet zegt dat niet. Hij zegt al-marid, de zieken. Over het algemeen. Het kan jouw buurman zijn, het kan jouw oom zijn, het kan jouw tante zijn, het kan iemand misschien zijn die je niet eens kent. Dat heeft ook een invloed op jou als persoon. Hè? Het heeft invloed op jou als persoon. Ook op emotioneel vlak. Die broeder vertelt mij ook, hij zegt, wallahi, elke keer als ik mij verdrietig voel, of elke keer als ik wat depressie in mijn leven ervoer, ging ik naar de mensen die het moeilijker hebben, het gesprek met hen aan, luisteren naar hun verhalen,
naar datgene wat hen bezighoudt. Sommigen hebben net van de arts te horen gekregen dat ze maar nog een week te gaan hebben. Sommigen hebben een ongeneeslijke ziekte met heel veel pijn. Ik heb 7 maanden in een ziekenhuis gewerkt en ik weet wat voor verhalen daar rondgaan over verschillende personen die van alles en nog wat meemaken. Iemand die net aan de dood is ontsnapt in een ongeluk. Mensen die volledig verbrand zijn. Ik sprak daar met iemand die tegen mij letterlijk zegt, hij zegt, mijn leven is binnen no time veranderd. Ik was sterk, ik was gezond, ik zag er goed uit. Maar binnen no time is mijn gezicht heel anders geworden. Doordat zijn huid verbrand was, kon hij zelfs zijn armen niet meer bewegen. Het enige wat hij nog kon doen is lopen. Binnen no time is zijn leven volledig veranderd. Geloof me, dat doet iets met je. En je hebt echt die steun van buitenaf nodig om niet alleen maar erkenning, om wat rust in het leven te vinden. Een Nederlandse wetenschapper heeft een onderzoek gedaan. Een kleine experiment eigenlijk, een heel simpele experiment. Hij heeft een bakje water met heel veel ijs. Je kunt je hand erin doen, maar dat kun je niet lang volhouden. Zeker als het ijs is. Je kan misschien, laten we zeggen, 2 minuten, 3 minuten en dan gaat het echt pijn doen. Je kan nog langer blijven, maar het gaat echt pijn doen. Wat hij heeft gedaan, is de persoon 2 keer hetzelfde experiment laten doen. Op een moment, zeg maar, op de eerste moment, lag hij hij plaatste zijn hand in dat bakje met water en met ijs. En kon iets van 60 of 70 seconden volhouden en zijn hand begon pijn te doen. En kort daarna gaf hij die persoon dezelfde opdracht. Hij zei, doe dat nu terwijl je met een geliefde spreekt. Met een geliefde spreekt, dus met iemand van wie je echt houdt. En vraag niet alleen maar hoe het gaat, maar ga gewoon een echt gesprek aan. Dezelfde personen, konden op zijn minst 2 keer zoveel tijd in ijs doorbrengen als zonder dat ze een gesprek met iemand voerden. Zo'n klein experiment laat zien hoe belangrijk interactie is en gesprekken die je hebt met iemand. Dat was telefonisch. En dat is een van de redenen waarom ze dat experiment hebben gedaan, om te kijken of zeg maar, online contact ook een soortgelijke impact heeft als zeg, het is niet hetzelfde, maar dit zelfs. Dus dat heeft al een positieve impact op de persoon. En daardoor ben je ook fysiek in staat om veel meer te doen. Laten we teruggaan naar deze hadith. At'imu al-ja'i' wa'udu al-marid. Je zou ook niet zomaar kunnen weten wie ziek is als je niet om mensen geeft. Als je niet als je afvraagt hoe het gaat met je oom, met je tante die een paar dagen, een paar weken, een paar maanden niet heb gezien, familieleden, collega's, netwerk, buren, je ziet ze even niet. Vraag even hoe het met ze gaat en waarom ze niet gezien worden. Zeker in deze winterperiode. Want je hebt seizoenen, maar in deze winterperiode wordt het probleem alleen maar erger. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, wa fukkul aani. Yani allerlei sociale componenten zijn in deze hadith aanwezig. Je hebt mensen die in de problemen zitten. Je hebt mensen die hun eigen problemen niet kunnen oplossen. Je hoeft niet de oplossing te zijn voor alle problemen, maar een poging wagen. Proberen. Je kunt ook de wereldproblemen niet verhelpen, dat weet ik. Dat kun je niet. Het zal jou ook niet lukken. Maar wat je wel kan doen, is datgene doen wat in jouw capaciteit of binnen jouw bereik ligt. Ik wil met de volgende hadith afsluiten. Een hadith die ons herinnert aan bepaalde rechten die wij ten opzichte van elkaar hebben. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat iedere moslim minimaal 5 rechten heeft ten opzichte van zijn medemoslim. Het eerste is het teruggroeten wanneer je gegroet wordt. Dus hier gaat het om persoonlijk contact.
Ja, wanneer is het zeggen van salam een verplichting of een sunnah? Wajib en sunnah hoor ik. Allebei. Het eerste, zeg maar, wanneer iemand zegt salamu alaikum, dat is een sunnah. Dat is geen verplichting. En sommige geleerden zeggen, wanneer je in aanwezigheid van een groot groep, dan is het een collectieve plicht. Er moet iemand zijn die dat zegt. Maar los van die discussie. Het is in ieder geval een sunnah van de profeet alayhi salatu wassalam. Maar terug groeten is een verplichting. En daarom zeggen heel veel fuqaha, het is niet aangeraden om mensen te groeten die naar de preek zitten te luisteren. Want voor jou is het een sunnah. Je komt net binnen, je ziet mensen, je gaat groeten. Maar je dwingt ze om te reageren omdat het voor hen een verplichting is. Maar tijdens de Jumu'ah mag je niet praten. Je mag je niet bezighouden met iemand anders behalve met de preek. En daarom is het niet aangeraden. Ik zie dat heel vaak. Mensen dat in de moskee binnenlopen. En de imam is al bezig dat mensen zeggen assalamu alaikum. Nee. Kom, ga zitten volgens de madhhab al-Maliki. En als je een andere mening volgt, ga je twee raka'at bidden. En ga je vervolgens zitten. We moeten volgens mij pauze nemen. Oké. Dus de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, raddu salam is een van de belangrijke rechten die wij ten opzichte van elkaar hebben. En salam is niet alleen maar het zeggen van salamu alaikum. Het is ook een innerlijke, het is een houding die je aanneemt. Je kunt tegen je broeder zeggen assalamu alaikum, maar wrok en haat jegens die persoon voelt en ervaart, dan heeft die salamu alaikum weinig betekenis. Je moet daadwerkelijk uitdragen dat je echt diegene vrede wenst. De genade en barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En de zegeningen, dat je dat uitdraagt. Het liefst met een glimlach. Waarom zegt de profeet, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa? Een glimlach is een sadaqa. Een sadaqa is vaak iets wat je geeft. Maar dit is ook iets wat je geeft. Het is energie die je geeft. Het is iets positiefs. Het is indruk die je achterlaat. En dat doet iets met de mensen, geloof me. Wanneer je een depressieve collega hebt of een partner en je hebt dagelijks met die persoon te maken, op een gegeven moment ga je daar ook onder lijden. Je gaat daar ook last van krijgen. En daarom zegt de profeet, wees positief, lach naar andere mensen. Zeg salamu alaikum, laat de mensen jou teruggroeten. Wa idha huyitum bi tahiyatin, fahayyu bi ahsana minha urdua. Wanneer je gegroet wordt, groet altijd met iets beters. Dat creëert allerlei positieve contacten en relaties. Iyadatul marid, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Op het moment dat mensen ziek zijn, dan moeten wij ze bezoeken. En we moeten ons houden aan de etiketten van zieken bezoeken. Het is iets belangrijks. Sommige mensen worden ziek. En dan verwachten we wanneer we daar gaan. Dat we eten, dat ze eten voor ons klaarmaken. En dat ze ons gaan verzorgen in plaats van dat wij gaan verzorgen. Wanneer iemand komt te overlijden, verwachten we van de familie van degene die net iemand heeft verloren, om honderden mensen te voeden. En als diegene dat niet doet, dan is dat een schande. Hishuma, aib. Hoe kan je dan zoiets doen? Het is iets wat onze manier van denken beïnvloedt. Maar het hoort eigenlijk andersom. Die sociale cohesie, die saamhorigheid en die broederschap en die harmonie moeten wij als geheel vormen. Niet alleen maar van de ander verwachten. En de profeet sallallahu alaihi wasallam benoemt nog, maar gezien de tijd kunnen we niet alles gedetailleerd bespreken. Inshallah zullen we de komende vrijdagpreek ook hier aandacht aan besteden. Want ik denk dat het een van onze prioriteiten is als gemeenschap om daar iets mee te doen. Om daar oplossingen voor te bedenken. Om dit gezamenlijk op te pakken. Nogmaals, het begint in de eerste instantie bij jezelf. Je omgeving, je buren, je contacten, je familieleden, je bloedverwanten, je ouders. En ik blijf dat herhalen, je ouders die heel vaak alleen wonen. Ga ze bezoeken, ga met ze zitten, zonder dat je daar een reden voor hebt. Het liefst met je familie, met je kinderen. Maar soms is het ook goed om alleen, één op één, met je ouders te zitten. Eén op één, met je moeder, met je vader, om ze daadwerkelijk een gesprek aan te gaan met je partner. Je moet niet denken dat het voldoende is om thuis te zijn. En Jazeera of tegenwoordig Netflix of wat dan ook te kijken. Het is niet voldoende dat je fysiek aanwezig bent. Dat je daadwerkelijk vraagt hoe het met diegene gaat. Ik heb het net al gezegd. Niet hoe het gaat. Ja, gaat goed. Alhamdulillah. Doorgaan. Nee. Kan ik je ergens bij helpen?
Kan ik iets voor je doen? Kan ik het voor jou vergemakkelijken? Heb je het moeilijk? Zelfs de mensen die vijandig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat extremisten vaker aan eenzaamheid lijden. Dat eenzaamheid vaak onder extremisten voorkomt. En dat dat vaak een reden is waarom ze zo agressief zijn en waarom ze zich geïsoleerd voelen en vijandig opstellen ten opzichte van de ander. En daarom hebben ze altijd een vijand. Ze hebben onderzoek gedaan in Frankrijk. Naar de stemmers op Le Pen en rechtsextremisten. Daaruit blijkt dat ze vaak aan eenzaamheid lijden. Ook PVV-stemmers. Hier in Nederland is er ook een onderzoek gedaan. En daar onder die groep komt ook eenzaamheid vaker, veel vaker naar voren. In Duitsland is een soortgelijke onderzoek gedaan. En zelfs bij dieren. Ze hebben een experiment gedaan met een rat of een muis. En ze hebben hem 3 maanden lang geïsoleerd van andere muizen en ratten. Na 3 maanden hebben ze een andere rat erbij gedaan. Om te kijken hoe die andere rat die normaliter onder andere ratten leefde, zonder enige probleem. Maar na 3 maanden alleen te zijn, eenzaam te zijn, geïsoleerd te zijn, werd hij heel vijandig. Op het moment dat hij een andere rat zag, ging hij op zijn pootjes staan en begon hij aan te vallen. Het was een dodelijk gevecht. We kunnen zeggen, dit is een dier, maar dit is iets wat ook bij mensen voorkomt. Mensen die alleen zijn. Mensen die geen contacten hebben, geen sociale contacten, zijn ook vaak agressiever dan anderen. Dus op het moment, zoals een keer tijdens een project, en dat vond ik een van de mooie dingen die ik van een van mijn docenten heb geleerd. Dat is een Nederlandse dame, zelf geen moslim, een christelijke achtergrond. Die had een project met iemand anders. Zij organiseerde gezamenlijk iets. Maar na afloop van dat project werd die ander heel boos, heel woedend, heel agressief. En begon aan te vallen, niet fysiek, maar vooral met woorden. Jullie zijn allemaal hier voor je eigen gewin en allerlei toestanden. En de reactie van die docenten was opmerkelijk. Zei tegen haar, ik snap dat je boos bent. Kan ik je ergens bij helpen? Toen veranderde de persoon. De persoon veranderde van een hele woedende, agressieve persoon. Veranderde in iemand die heel kwetsbaar was. Begon te huilen en zegt, ik ben gewoon moe. Ik ben moe. En die persoon uitte dat in vorm van woede, van agressie. Ook onder onze jongeren. Heel vaak zien we jongeren die agressief reageren. Ook als het gaat om religieuze aspecten. Wanneer ze vijandig zijn naar de anderen, naar groeperingen, tekfir doen en allerlei toestanden. Wanneer je hun persoonlijke leven gaat onderzoeken en gaat bestuderen, zal je al gauw erachter komen dat ze vaak een eenzaam leven leiden of eenzaam hebben geleefd, waardoor de behoefte sterk was aan een groep. Om met elkaar te zijn, om een vijand soort van te hebben en om iets te beschermen of iets te verdedigen. Sommigen zien de sunna als iets wat verdedigd moet worden. Een prima idee, maar de manier, de uitingsvorm, de manier waarop het wordt gedaan is vaak negatief. Het heeft allemaal oorzaken. Ik zeg niet dat eenzaamheid de oorzaak is of de enige oorzaak is van alles wat wij als problemen in de samenleving ervaren. Maar ik zeg het is één van de belangrijkste oorzaken. Ook in het huwelijk. Geen enkele scheiding komt zomaar uit de lucht vallen. Maar elke scheiding begint met een emotionele scheiding. Met eenzaamheid van één van de twee. Of van beide. Dat er geen contact is. Op emotioneel niveau. Toen ik nog geestelijke verzorging studeerde. Het belangrijkste wat ze ons leerden. Is niet hoe je een gesprek moet voeren. Je krijgt gesprekstechnieken. En hoe je een gesprek begint. Hoe je een gesprek eindigt. Etcetera. Maar het belangrijkste was in een gesprek. Is dat je contact creëert. En niet contact mondeling. Dat diegene een emotionele contact met jou heeft. Waardoor diegene jou gaat vertrouwen. Waardoor diegene zijn of haar geheimen aan jou gaat toevertrouwen. Waardoor diegene zijn zorgen met jou gaat delen. En samen met jou gaat nadenken over hoe zijn leven verbeterd kan worden. Vertrouwenspersoon is ontzettend belangrijk. Soms voordat ik 2, 3, 4 gesprekken totdat ik dat moment heb bereikt. Dat er vertrouwen is en dat er mensen daadwerkelijk met jou over hun diepe emoties kunnen spreken. Dus op het moment dat ik een patiënt spreek of een kamer in het ziekenhuis binnenliep. En ik vroeg hoe het gaat,
nam ik niet voldoende met alhamdulillah, het gaat goed, we mogen niet, Allah, we mogen niet klagen. Je krijgt hasanaat hiervoor en we moeten geduld tonen. Ik zeg geduld, sabr, alhamdulillah, prima. Maar nu even hoe het met jou gaat. Heb je pijn? Heb je verdriet? Maak je zorgen om je kinderen? Maak je zorgen om jouw familie? Je vrouw die je achterlaat? Je man? Of wie dan ook? Dan komt de ware aard naar voren en de daadwerkelijke emoties. Dus mijn laatste advies voordat we gaan afsluiten. En daarna is er mogelijkheid voor interactie, inshallah ta'ala. Als je zelf denkt, niet alleen maar voelt of ervaart, denkt dat jij eenzaam bent, probeer daar iets wat aan te doen. Ja, heel veel mensen zeggen, probeer je band met Allah te herstellen, met Allah te versterken, dan komt alles goed. Ik zeg, inderdaad, het is heel belangrijk om Allah azawajalla te gedenken, om jouw band met Allah te versterken, dat is de basis, dat is het fundament, waar je alles op moet bouwen. Maar probeer professioneel hulp te zoeken. Probeer dat bekend te maken met mensen waarvan je denkt dat ze om jou te geven. Of zich zorgen zouden maken om jouw emotionele toestand. Ga dat gesprek aan. Doe dat met een lokale imam. Toon je emoties. Misschien gaat de eerste jou niet begrijpen, de tweede niet, de derde niet. Maar als je je kwetsbaar opstelt en het is niet verkeerd, al ben je 18 jaar en je bent sterk en je draagt Prada-schoenen en je hebt een Gucci-pet en dat gaat prima met jou, maar je voelt je eenzaam, ga dat gesprek aan, want dat maakt je niet minder mannelijk. Het maakt je ook niet ineens klein en kwetsbaar en zwak of wat dan ook, nee. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij voor het eerst openbaring ontving, wist hij niet wat hem overkwam. En hij kwam trillend, bibberend binnen. Naar wie? Hij ging naar zijn vrouw. Hij dacht niet bij zichzelf, ik ben een man, ik moet sterk blijven, ik mag mijn emoties niet tonen. Nee, hij ging naar zijn vrouw Khadija. Hij zegt, zemmiluni, zemmiluni, dathiruni, dathiruni. Ommantel mij, help mij, ik heb het nu even moeilijk. Niks mis mee. En toen begon Khadija hem gerust te stellen. Ze zegt, Allah gaat jou nooit in de steek laten. Want je doet dit, je doet dat, je bent een goed mens. En allerlei toestanden en eigenschappen die de Khadija radiallahu anha, ze herinnerde hem aan zijn kwaliteiten, aan datgene wat hij heeft. En soms hebben we dat nodig. Soms aanwezigheid is voldoende, zoals ik eerder heb gezegd. Als je zelf niet aan eenzaamheid leidt, dan de kans is groot dat jij zelf of iemand in jouw directe omgeving daar problemen van ondervindt. Zoals ik eerder zei, in Nederland, 1 op de 4 jongeren van boven de 15 jaar leidt aan eenzaamheid. Of heeft direct dan wel indirect met eenzaamheid te maken. Ouderen in grote getalen, en grote percentages die aan eenzaamheid lijden. Dus als jij het niet zelf bent, zoals bij zakat. Als je geen zakat ontvangt, dan moet je zakat geven. Met name als je bepaalde drempelbedrag hebt bereikt. Dus je bent zelf of een behoeftige of een bron van bestrijding van eenzaamheid. Jouw directe omgeving, mensen die jouw buren zijn, die in het ziekenhuis liggen, familieleden, en ga zo maar door. Dit is wat ik vandaag met jullie wilde delen. En uiteraard over dit onderwerp valt er heel veel, maar dan echt heel veel te zeggen. Ik hoop dat ik vrijdag, inshallah, daar tijd voor zal nemen om een aantal dingen te bespreken met een grotere publiek en doelgroep. Zodat wij met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala onze steentje en bijdrage kunnen leveren vanuit onze menselijkheid, maar ook vanuit onze religieuze verantwoordelijkheid, inshallah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiru innahu al-ghafurur rahim.